0,75 voor verder. Ja. Leg je nou je biertje weg? Ja, ja. Topsporter, hè? Een beetje professioneel overkomen. Jezus. Toen je vanochtend opstond. En dan heb je natuurlijk bepaalde scenario's in je hoofd waar je van droomt. Ik ga eerst even lekker douchen om 5:45 als het maar lekker gaat. Okay. En dan, het was eigenlijk voor mij best wel een normale dag. Tot de middag. Denk je toch van ja, moet ik eten of niet? Want om 2:30 is het eten op de club al klaar. Pastaatje. En als je hier aankomt, dan denk je toch van ja, misschien toch wel iets meer dan een gewone wedstrijd. Gewoon een hele andere aanloop naar de wedstrijd toe. En wat geweldig toch dit. Dat is toch mooi. Geweldige prestatie. Ja, wanneer had je door, ja, dit kan wel eens een historische avond worden gesticht. Heel lang niet. Ik heb heel lang nog gedacht dat zij die doelpunt zouden maken. Ook omdat ze, ik denk wel 80% balbezit hebben gehad. Maar ja, dus weinig creativiteit vond ik dat ze eigenlijk. En dat, op een gegeven moment ga je toch stiekem hopen van, zal het dan toch niet? En dan ga ik die verlenging denk je, nu zullen er wel een paar gasten moe zijn, maar we bleven gewoon. Echt dikke pre voor de jongens, voor iedereen die meeleeft, ook het publiek, de mensen, dat is fantastisch. Als je ook ziet, als je... Ik heb denk ik wel 80 ballen over de zijlijn ingetrapt. En iedereen bleef klappen en juichen. En ja, dan voel je wel gesteund door het publiek. Ja. En dan moet je als aanvoer die laatste pingel nemen. Het waren mijn langste 50 meter die ik heb gelopen. Wat dacht je toen je deed? Ik heb vorig jaar gemist, hè? In de KNVB tegen Jonenbos. En ik werd me vanochtend ook gevraagd, zou je dan weer nemen? Ja, tuurlijk. Ik neem gewoon. Ik pak die verantwoordelijkheid. Ik mocht gelukkig de laatste nemen. Dat is iets wat een spannende penalty. Ja, toen zij miste en wij raakten de vierde, dacht ik, nu gaan we beginnen. Toen liep ik vanaf de middenlijn naar de goal toe. Daar heb ik wel een paar kriebeltjes in mijn buik gevoeld. Maar je schoot op zoek al binnen? Ja. Pas weer dook iedere keer de hoek in. Van de spelers aan standbeen. Dus ik dacht, ik neem een contra. Je weet niet, als je zo'n penalty maakt, je weet niet wat er in je hoofd omgaat. Het eerste wat je moet doen is de keeper bedanken omdat hij die fantastische bal gepakt. De eerste van Buchner, ja. Top, dit is een geweldige dag. En nu moet je opeens iedereen te woord staan, alle pers, alle media. Even kort houden nog. Waar hoop je op in de volgende ronde? Het zou mooi zijn als je gewoon weer een grote tegenstander loopt. Het zou mooi zijn voor de club, voor ons. Amsterdamse derby? Of liever nog niet? Liever nog niet, nee. Die ronde daarna? Een Feyenoord of zo zou wel mooi zijn. Heel goed. Hoe laat moet je op morgen? 5:45 gaat hij weer. Of heb je al ziek gemeld? Nee, nog niet. Nee. Ik ga even kijken hoe laat het gaat worden. Geniet ervan. Dankjewel.